dames en heren. Dus twee dingen wat je nooit moet doen. De intro en de outro first. Precies. Dus wil je heel even je mond houden? Hallo, dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Oh. En nu stil. Ja. Oké? Okay. Ja. Echt doen, hè? Ja. Want als je het nog één keer hoort... Ja? We hebben begrepen? Ja. Ik zeg niks. Ik zeg niks. Moet ik... Hallo dames en heren, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik heb heerlijk geslapen samen met Maya, geef me een kusje. En jij bent er meteen weer lekker sportief gekleed. Ja! Je hebt je KP Active setje aan. En nu vragen jullie misschien af, Enzo, heb jij geslapen met een pet? Ja, tuurlijk heb ik geslapen met een pet. Ik heet Enzo Knol, ik draag 360 dagen van de 365 dagen een pet. Ook al heb ik de laatste tijd wel een paar keer mijn haar gedaan. Maar in ieder geval, een petje zit altijd gewoon zo fijn, zo lekker. Ik heb eerlijk geslapen. Maar je hebt er niet meer geslapen, dat is onzin. Je moet wel eerlijk blijven, hè? Nee, ik heb inderdaad niet mee geslapen en ik heb ook niet lekker geslapen naast jou. Dat lieg ik ook altijd. En Beertje, die heeft weer lekker gechilled hier zo in het hoekje. Hè, Beertje? Goed, we zijn wakker. Het heeft weer lekker geregend vannacht. En ik ben heel erg benieuwd wat die regen met de droogte heeft gedaan. Dus weet je wat wij gaan doen? Wij gaan even met z'n tweetjes lekker naar het dorp lopen. En dan gaan we in de tussentijd weer even nadenken over later vandaag. Want we gaan aan de leugendetector. Ik weet nog niet precies helemaal hoe het werkt. Behalve dat je als je liegt je een uitschieter kan krijgen. Tenminste, dat zie je wel eens in films of bij Wilco, die was daast. Dat is echt. Bij praatje maken was dat. En dan heb je die leugendetector en dat... En dan weten ze van, ah, jij liegt, hè? Je bent zenuwachtig. Maar hoe werkt dat precies? Hoe gaat het om je handen, vingers? Ik ben heel erg benieuwd. Daar ga ik vandaag allemaal achterkomen. Dus vandaag aan de leugendetector. En dan ga ik me even omkleden. Lopen we even naar het dorp. Gaan we even kijken hoe alles erbij staat. Want in veel delen van Nederland is overlast geweest van het regen. Eerst overlast door de droogte. En één keer regent het meteen overlast door de regen. Is wel weer typisch, hoor. Typisch Nederlands. Holy moly. Ja, daar schrok je wel even een beetje van, hè? Daar schrok wel even van, ja. Ben je wakker nu? Ja. Oké, dit is iets wat ik heb veranderd aan mijn lifestyle. En dat is voeding en twee keer in de week sporten, oftewel fysio. En ik ga jullie nu laten zien wat het resultaat daarvan is binnen drie keer sporten, toch? Ja, binnen drie keer sporten. Dus let op mijn voeding en drie keer sporten. Moet jij me wel even filmen als je wil? Want ik heb de camera in mijn hand en die weegt alweer een kilo. Anderhalf, ja. Dus dat scheelt weer. Ja, dat is goed. Waarom kijkt dat zo boos? Nu? Ja, want op mijn wenkbrauwen dan recht staan. Kijk, als het zo is, zijn het rondjes, hè? Maar als ik zo doe, dan is het zo recht. Dat is makkelijk. Oké. Okay. Kijk, dan doe ik zo. Je kijkt echt moeilijk dan. Ja, ik zou wel doen graag. Hier komt ie. Schat. Ja, hij moet dan precies in het midden van die tegel liggen. Pet even af. Ja, dat is ook weer gewicht, hè. Wat wou jij filmen? Ik wou gewoon even vertellen dat ik lekker bezig was, maar voor de rest... 84 was die. Hoezo? Hoe kan dat? Nee, het kan ook spier zijn, hè, als je bent aangekomen. Ja, dat denk ik. Ja, heel bijzonder dit. Ja. Toen ik begon, woog ik 84.1. Ik kan mijn hartslag niet vinden. 84.3, toch? Woog je aan het begin? Ja, toen ik begon, woog ik 84.3. En gisteren ging ik me wegen na de lunch en toen woog ik 83.1. En nu 84.1. Dat is wel gek. Maar je moet daar niet te veel...
Nee, maar deze week is gewoon wel chill, want die stuurt het meteen naar mijn telefoon toe, naar een app. En dan kan ik een beetje zien wat mijn alle informatie is en zo. Spiermassa en noem alles maar op. Maar goed, ik ga even plassen, ik ga even omkleden. En dan gaan we eens even lekker naar het dorp toe. Gaan we even lekker ontbijten. En dan ben ik benieuwd hoe het buiten is. Als het goed is, een veel aangenamer temperatuurtje dan de afgelopen weken. Boemboem, we zijn weho. Weho. Soms heb je gewoon zo'n gevoel dat je zo erg van iemand houdt, dat je gewoon even naar iemand toe wil gaan. Kom hier. Ja, je hebt geluk dat jij sneller bent. Je hebt echt geluk dat jij sneller bent. En ik heb echt knijters veel spierpijn. Ja, dat is echt bizar. Nu weer van mij. En soms stink je naar vis. Ja. Schat, ik zei vanochtend al. Maar die vindt dat ik te veel aan me zit. Nee, je mag wel aan me zitten, maar jij doet eens stoeien en zo. Stoeien en zo? En dan heet het heel te mijn. Ik dacht, je bent mijn stoeipoes. Moe maken. Jouw moe maken. Daar moet je moe van op iemand dat doet de hele tijd. Ja, ik zit gewoon graag aan je. Ja, maar dat mag ook wel, maar gewoon dit. Gewoon lief. Ja. Ik doe gewoon... Wat kan je nu doen dan? Kom maar. Oh, wat doe je? Dat moet je niet meer doen op mijn pet. Nee, even serieus, even zonder grap. Dat deed jij. Dit volg ik niet helemaal. Ik deed zo en toen deed jij zo. Nee, ik vind het ook gewoon niet meer leuk. Nee, maar wat zou je doen dan? Ik wou even zeggen dat ik veel van jou en dat ik lekker heb geslapen. Dat het geen leugen was. Oké. Okay. Yes? Gaan we nu lekker ontbijten met z'n tweetjes? Ja, ik hou ook van jou, hè. Je hebt veel spoedjes nog, hè. Ga je dat vragen vandaag tijdens de leugendetector? Ja, of je wel echt van me houdt. Ja, dus bereid je voor. Worden pittige vragen, dames en heren. Maar het zijn dus allemaal ja of nee vragen. Ja, klopt. Ja, dus je kan niet zeggen, wat vind je mooi, de kleur rood of blauw? Het is van, vind je de kleur rood eigenlijk wel mooi? Dan kan je wel zeggen ja of nee. Ja, we gaan nog even goed nadenken over bij extra vragen. Maar ik heb wel een stuk of 14 of zo. Voor mij. Nee, voor jou, Shahid, Noël. Het wordt allemaal leuk. Jij hebt vast willen. Jij hebt streamen gevraagd. Ja, ik heb gisteravond op de streamen vragen gevraagd. Maar dat wordt hartstikke leuk, dames en heren. Ah, heel eventjes chillen bij de vijver. Heel eventjes. Maar niet te lang, want Marvin heeft niet zo heel veel tijd. Dus we moeten even snel ontbijten eigenlijk. Maar alles is ook verschoven. Wow, wat ziek. Daaruit, dit zijn allemaal van die houtsnippers. Ja. Wow, dat is echt sick. We regelen echt hard, hè, gisteren. Ja, dat is niet normaal. Ja, al die houtsnippers die komen van het speeltuintje daar. Dus dat ze allemaal hierheen gegaan met de regen. Er waren gewoon rivieren ontwikkeld op de straat. Ja, en jij liep gewoon hier door het park gisteravond. Nee, ik ging niet door het park, want het was donker. Oh ja, dat snap ik. Dat is een beetje schoon. Dit zijn wel echt de chillste temperatuurtjes eigenlijk. Omdat korte broeken, korte mouwen is echt relaxed. Maar je zweet niet, zeg maar. Omdat het zo lekker koel en verfrissend is. Maar check dit. Dit is nog helemaal geel natuurlijk van de zon. Dus ik ben benieuwd of dit nog een beetje groen wordt. Hoe is dit zien? Wat? Als ik hier zo naar kijk en dan vervolgens daarna omhoog, dan denk ik... Ik ben gelukkig. Waarom doe je dat de hele tijd zo zeggen? Ik ben bang dat ik dat aan jou vraag en dat het dan uit de leugendetector nee komt. Hè? Ja, we gaan vandaag wel even flink wat kritische van, vragen ja, stellen. Ik heb vandaag al 5 keer gezegd dat ik gelukkig ben. Zoals ben je meer fan van Milan dan van mij? Ja, ik ben benieuwd. We gaan er allemaal achterkomen vandaag. Dat is een vraag. Nee, die verzin ik nu ter plekke. Dat is wel een leuke vraag. Ja, nee, maar dat ga ik allemaal vragen vandaag. Ja. Maak je borst maar nat. Moet je tegen een vrouw eigenlijk zeggen, maak je borsten maar... Nee, dat is heel... Nee, Enzo, wat zeg je nou? Goedemorgen. Zal ik jouw borst nat maken? Ik heb ook 2. Nee, doe maar niet. In ieder geval, lekker croissantje. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik had gehoopt dat het hier in de studio wat koeler zou zijn nu, maar dat valt eigenlijk heel erg tegen. Het is echt nog wel warm. Maar goed, het was even lekker om zo in de ochtend een date te hebben met Marvin en even lekker te ontbijten. Marvin die gaat nu naar Amsterdam. Die gaat even lekker sporten. Yes. Dus veel plezier. Jij ook. En dan moeten we natuurlijk eventjes genoeg water drinken. Dus gaan we even wat water erbij pakken. Of, weet je wat? We nemen gewoon een lekker milkshakeje. Even wat proteïne, even een lekker milkshakeje. En dan gaan we even aan het werk in de studio. Ik wil net gaan zitten en ik bedenk me opeens, ik heb jullie nog helemaal niet de nieuwe kraan laten zien in de kleine badkamer hier. De loodgieter is namelijk langs geweest gisterochtend. En die heeft een nieuwe kraan geplaatst. En deze keer dus een kraan met zo'n achterkantje, waardoor je dus dit kan doen. Dan kan hij open en dicht. De kraan is echt een heel stuk hoger dan de vorige. En dit werkt even wat anders, want als hij naar ons toe staat, dan is hij koud. En als je hem dan naar links doet, dan is hij warm. Maar goed, een mooie kraan. Ik vind het eigenlijk wel chill als je zoveel ruimte hebt hieronder. Dus beter. Nieuwe kraan, helemaal top. Hallo? Hallo.
Hey, wie belt mij? Hey, Luciano. Heb jij de telefoon van mama? Ja, kijk. Zo, wat is dat? Ja. Dikke chandeer, hè? Ja. Ben je nou gewoon helemaal uit jezelf aan het bellen? Ja. Ja? Weet je al hoe dat allemaal werkt, joh? Alles goed? Trek eens je gekste gezicht. Ben jij zo aan het bellen? Hoe dan? Hij belt mij gewoon, hè? What the fuck? Ja, hij belt mij gewoon. Ik was binnen en ik zie hem helemaal op lachen. Zit hij zo even te... Hey, ik zie je zo, ja? Ja, is goed. Ciao. Oh my god, die Luciano. Wat een ventje is dat, hè? Zo ziek. Hij weet gewoon hoe het werkt, hè, die telefoon. Met FaceTime en zo, dat is echt absurd. Dat is echt niet normaal. Het kind is 4 jaar. Yo, bro, ik maak snel game af. Kom maar binnen. Oké, daar gaat hij, hè? Yo! Hey! Wat is hier allemaal gebeurd? Dit is mijn kopslag. Je was in de war, hè? Ja, bro, ik zie de camera, dus dan wordt gefilmd, maar wacht. Pokémon, ik snap er helemaal niks van. Mis, maatje? Ja, goed man, met jou. Ja, lekker lobby, man. Mag ik likje? Ja, sowieso. Lekker man. Gaan we delen? Ja. Nou goed, heb je zin in een leugendetector? Ik had altijd tegen mezelf gezegd, ik ga er nooit aan meedoen. Meen je? Ja, maar ik doe het toch. En vandaag is het toch de dag. Ik wil gewoon even testen of ik kan mijn hartslag zo in mijn dwang aanleggen. Ja, dat is altijd zo dat ze zeggen dat sommige topcriminelen dat kunnen omleiden. Ja, omdat ze dan de vraag al misschien weten, een beetje en al. Ja, of ja, ik weet niet, gaat het allemaal op je hartslag ja, of zo? Ja, op hartslag. Ja, en dan wordt een stofje of zo aangemaakt. Ja, hoor. Fucking eng. Dit wordt echt spannend. Ik ga mijn gedachten lezen, joh. Echt tof. Oh, joh. Ja, ik ben echt zo benieuwd. Dus ik denk dat we spullen gaan pakken en dan gaan we erheen. Ja, dat ook. Ja, toch? Mm-hmm. Dames en heren, in deze tas zitten al mijn vragen. Ik heb zoveel vragen. Ik heb gewoon documenten vol in deze tas liggen. Die ik allemaal ga vragen, hè. Dit wordt echt heel vet spannend. Ja, dit wordt wel echt bijzonder. Zou jij zo'n kleur op je auto willen? Die je daar ziet? Die blauwe. Ja? Nee. Ik dacht dat het niet mocht, zo'n gekke, volle kleur. Het is aan de ene kant wel mooi en ik weet dat Marvin dit ook wel mooi... Zo, wat een velg ook, hè. Holy moly. Ja, dit is wel een beetje over de top, hè. Oh, daar komt de auto aan. Dat is ook een mooie auto, ja, Hyundai. Of is het een Honda? Nee, het is een Hyundai. Ja, dat wist ik. Mijn opa heeft die gehad. Zo, oké, die velgen dan ook. Ik vind dat blauw wel mooi of zo. Ja. Ik had een minder licht gemaakt. Minder licht. Dat licht donkere blauw wat zo shiny is. Ja, als je opvalt, val dan helemaal op. Ja. Dat heeft hij wel goed gedaan. Nice. Nou goed, we gaan hier eens eventjes polshoogte nemen. Rara, waar zou... Ben je nou in de schrijfnetels? Sta je in de poep? Ik geloof niet. Ook loog, sorry. Nou, waar zou Shahid toch zijn en... Hey, wat is dat? Hey joh! Hey joh! Hij zegt ook... Wou je me pranken? Hij zegt hallo! Hey iedereen! Hey joh! Wat gebeurt hier al? Hey! Hey joh! Holy shit! Is je camera nat? Mooi joh! Ik hoop dat mijn camera straks nog doet. Anders kan je vader even goed betalen. Ja, hij vindt het helemaal mooi. Nou goed. De verkeerde kant op. Oei, oei, oei. Nou, mijn camera is echt zeiknat, dus ik hoop dat hij het straks nog doet. Daar verwaardigen, toch? Ja, zeker. Partypoppen, goed gedaan. Nou goed, we zijn er. Mag ik ermee knutselen? Wil je mee knutselen? Nou, dat gaat niet lukken. Hey, boef! Staat de leugendetector al klaar? Ja, alles is klaar, man. Oh. Mooi. Ik vind het wel spannend, want jij bent gewoon tering goed voorbereid. Gewoon. Dus ik zei dit. Je weet toch niet wat je kan vragen? Nee. Hey, boef! Wat zit je nou te ahoeren? Hi, Enzo. De leugendetector, man. Ja. Wat is je naam? André. Ja. Oké, top. Je en jij. Oké, dit is André, de leugendetector, man. Ben je benieuwd? Ja, we gaan het zien. Ja, inderdaad. Hier staat het, dames en heren. Kijk dan. Oei, oei, oei. Hier gaat het gebeuren. Ja, het is wel spannend. Oh, je ziet ook hartslag en alles. Ja, je ziet er een keer de piek. Dus je ziet... Hier moet je straks vinger in de zeg maar. Zo. Wat is er, boef? Waarom moet ik komen? Ik heb Enzo een knuffel gegeven. Je hebt mij nog helemaal geen knuffel gegeven. Ik
Ik ga niet meer tegen je praten totdat je mij een knuffel geeft. Ja, allebei. Ja. We gaan dus twee video's opnemen. Eentje voor Shahid's kanaal en eentje voor straks in de vlog. En jullie zagen net al de expert, de leugendetectorman André. Die zit hier. Hij is de leugenaar. Nou, hij is juist degene waar we heel aardig tegen moeten zijn. Want ja, uiteindelijk wat er op zijn scherm staat, dat schijnt te kloppen. Ik heb hier dus een apparaatje wat straks waar mijn vinger in moet of zo. Ja, dit zijn sensoren en die meten lichaamsreacties. Dus één meet je hartslag en die andere meet zweetniveau van je vingertop. Zweetniveau? Ja, dus okay. Op het moment dat je ligt en je gaat erover stressen, ga je meer zweten. Dat is heel subtiel, dat ja. Weet je echt in real time. Okay, maar dat zijn dus mensen toch ook die hierin getraind zijn die het kunnen omleiden? Ja, en je hebt ook mensen, bij wijze van spreken, de pathologische leugenaars. Of mensen eigenlijk zonder geweten, ja. Die komen hier prima doorheen. Ja, ja. Precies. Ja, want er zijn mensen die geloven in eigen leugens. Dus ja, dan, ja, die heb ik meegemaakt inderdaad. Ja, want dat is dus eventjes voor de mensen die niet weten. Er zijn mensen die geloven in eigen leugens. En dat betekent dus dat je een pathologische leugenaar bent. Dan geloof je eigen leugens. Maar goed, ik kom heel even op jouw schermpje kijken. Want dat is geen geheim nu, denk ik. Nee, zeker. Hier op het schermpje zie je dus de onderste is de hartslag. Ja, dit is dus de hartslag. En de bovenste is het zweetniveau. Okay. Waar we eigenlijk naar kijken steeds. Dat is de verandering tussen zeg maar, wat we doen met de baseline, het begin. En als zeg maar, iemand liegt, dan zie je eigenlijk een erg groot verschil tussen de baseline. Dus bij uitschieters, dan denk ik van hé, hier speelt iets. Hier gebeurt iets. Ja, want dat is dus het dingetje wat denk ik veel van jullie wel eens op films hebben gezien of wat dan ook. Want dit is dan denk ik wat nieuwer, maar je hebt ook van die ouderwetse toch? Dat echt ja, op zo'n dat oud papier. Polygraaf heet dat. Polygraaf heet dat. Polygraaf. Okay, ja, want daar zie je echt zo'n lijntjes. Ja. En dan als iets gebeurt en iemand liegt, dan tik tik. Ja. Maar ik heb dat precies hetzelfde. Ja. Alleen die polygraaf is zeg maar analoog. En dit is digitaal. Maar het principe is hetzelfde. Okay. En aan het einde zien we ook een samenvatting van het film. Okay. Ja. Ik ben benieuwd. Ja. Nou, dan ga ik hier in de stoel zitten. En dan gaat het zo gebeuren. En dan gaat Shahid mij wat vragen stellen. En dan gaan we het zien. Jij bent zenuwachtig ook, hè? Hij is aan het zweten. Een klein beetje. Maar dit is nu helemaal een hype, hè? André, zou jij een foto van mij willen maken? Jazeker. Zou jij gewoon een foto van maken? Nou, I mean, ja. Mag je zien, staat dit erop? Is dat goed als ik die plaats? Ja. Ja, dit is nu helemaal een hype. Het gaat helemaal rond op TikTok, ja. Omdat mensen weten niet dat er dan ook een foto van zichzelf worden gemaakt. Ja, dat je twee kanten gelijk. Precies. Twee kanten. Ja, ja. Dus, maar je staat wel leuk op. Nou. Besmuikt, lachend. Ja, ik vind het leuk. Besmuikt. Besmuikt. Ben je dat niet? Jij wel? Nee, ook niet. Besmuikt, lachend. Ze wil zeggen van nou... Ja. Nou, mama. Nou, in ieder geval. Biriel is ook weer gemaakt, helemaal leuk. Ik doe mijn zendertje om en dan gaat het toch echt gebeuren. Krijg je voor betaald zo'n Biriel? Nee, maar soms doe je gewoon dingen ook zonder dat je betaald krijgt. Ja, dat ga ik straks wel even aan jou vragen. Of je alles doet voor het geld. Ja, dat zijn wel goede vragen bij jou. Ja, dat weet je nog nooit. Je weet het nog nooit. In ieder geval, wel mooi dat we dit zo kunnen doen met de technologie en alles. Ik ben heel erg benieuwd. Word je nou vaak hiervoor ingehuurd? Ja. Alleen wordt vaak gevraagd. Vaak bij echtscheidingen. Nee, voor wat word je dan ingehuurd? Door wie? Normaal gesproken is eigenlijk mijn werk aan zich is fysiologie meten, om het zo te zeggen. En niet zozeer in de leugensetting. Dus ik werk dan in de klinische setting. Ja. En dit soort dingen, dus echt leugendetectie, doe ik alleen voor YouTube. Okay. En de meeste... Ook televisies gedaan? Ja, ja, ja. Ook wel televisies shit gedaan. Alleen voor de meesten die vinden gewoon de kosten hiervoor te hoog. Ja, okay. Maar ja, ik ook. Ja, ja, maar dan heb je wat. Kom maar. Ja, dat is, ja, de Shahid en ik delen de kosten, hè? We doen 50-50. Ik dus, denk wel een keer. Dus ja, dus inderdaad, we hebben hem ingehuurd en hij is hier en we gaan er gebruik van maken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja. Dus ik heb wat vragen voorbereid, Shahid ook. Zal ik hem zelf al zeggen? Nee, meneer Dre, die vindt... Oh, ik mag niks doen. Nee. Oh, anders manipuleer ik die moet om je boek maar even uit. Ja, de hartslag gaat hard. En ik denk, zweet altijd ook. Als je deze twee op mijn ballen doet. Hoge bloeddruk. Heb je zweet, heb je wel... Hoge bloeddruk. Ik ben benauwd. Maar ja, ik zou zeggen, André, doe zijn apparatuur om. Dan ga ik de eerste vraag stellen. Gaan we doen. Vind je het spannend? Nee.
Nee, dat was al de eerste vraag trouwens. Die gaan we checken. Ja. Deze al mijn vinger? Ja. Die vind ik nu wel. Ja. Zo meteen op je zijt wat hij een keer. Ja, ik kan hier hand. Ja, ik zal meteen op de regent om deze productie. Ja. Gaat het. Zie ik goed uit? Ja. Dus we gaan vragen. Dankjewel. Sorry, dat was mijn schuld. Oké, dus we gaan even vragen stellen, Heine. Ja, no shit. Je moet antwoorden op ja en nee. Is dat te doen? Ja. Ben jij ooit boos geworden op een fan? Ja. Wat was dat? Er zijn wat eieren om mijn raam gegooid. Daar was ik helemaal klaar mee. Daar ben ik achteraan gerend. Ik ben beter gepakt. Politie gebeld. Ja, dit is een verhaal wat niemand kent trouwens. Oh. Toen ben ik achteraan gerend. Heb ik ze beter gepakt. Twee jongens. Meegenomen naar huis. Laten zien wat voor schade ze hadden aangericht. Ik heb net een nieuwe studio. Zat dat er helemaal onder het ei. Een paar duizend euro schade om het schoon te maken. Heb ik ze een paar maanden later heb ik ze opgebeld. Ja. Heb ik gezegd, als je het nooit meer doet, dan laat ik de kosten zitten. En dan trek ik mijn klachten in bij de politie. Nou, toen, dat is goed. Toen was dat het. Wat een bullshit. Nee. Dat is bijna niet klopt. Ja, zou je ooit stoppen met vloggen? Nee. Ja, ik ga door tot ik doodkrijg. Dat komt dus, denk ik, dat het veel verdient. Nee. Jij bent zo'n vijf, zeg maar. Nee. Kijk hem al. Kijk, als hij gaat. Zo. To the moon. Ja, maar ik zweef. Mooi, joh. Nee, nee, nee. Dit is omdat Luciano ook mijn nat maakte. Oké, dames en heren. André die gaat op dit moment eventjes alles bij Shahid omdoen. En dan gaan we even een paar pittige vragen. Nee, ik ben eigenlijk helemaal niet goed in pittige vragen stellen. Ik wil het eigenlijk wel een beetje lief houden, eerlijk gezegd. Vind ik ook fijn. Gewoon een beetje informatief of zo. Ja. Ben je er klaar voor? Nee. Nee, ja, is het niet klaar voor? Ik ben er klaar voor. Ja. Oh, wel? Ja, daarom. Dit was een test. Heb je meer dan 1 miljoen op je bank? Nee. Is dat een leugen? Ja. Nee, zeg. Nee, je bent rijk, hè? Ja, als je alle rekeningen bij elkaar optelt misschien wel. Maar zie je? Met de zaken en alles. Maar ja. Ik heb meer in steentjes. Ja, ja. Vind je mij aardig? Ja. Vind je het leuk om bij mij te slapen? Ja. Vind je Myron ook aardig? Ja. Oké, dames en heren, we hebben de jongste deelnemer van vandaag. Hallo? Hoppakee. Eet je neus? Nee, wacht. Past niet, hè? Past niet. Laat die zitten. Heet jij Luciano? Ja. Ja, dat klopt, hè? En hoe oud ben jij, Luciano? Ben je 4 jaar? Ja. Zo. Zo, dat ben je wel een hele grote jongen. En zo. Ik had net al vertrekken, zo, vorige keer. Wat zei je? Ik had net mijn lange jaren vast. En dan was de trekkers er nog. Hebben we een tolk in... Ja, je moet de vraag stellen, vind jij trekkers leuk? Oh, ik moet vragen of jij trekkers leuk vindt. Vind jij trekkers leuk? Ja. Ja? Probeer je hand stil te houden zometeen. Ja, kijk, ik ben al een beetje aan het trillen. Ik vind het echt spannend. Ja, vind je het zo spannend? Ja. Oei, heeft Marvin misschien wat te verbergen? Is je naam echt Marvin? Nee. Nee. Oh, joh. Oké, dus je heet Miron. Ja. Ja, en zo. Klopt het dat je mijn vriendin bent? Ja. Ben je er altijd blij mee? Ja, eigenlijk wel. Meneer Noël Dekkers. Vind je het spannend? Nee. Dat is de eerste leugen. Ja, dat is de eerste leugen. Ja, je vindt het super spannend. Klopt het dat je nu een string draagt? Nee. Heb je wel eens voor de grap een onderbroek van je zus aangedaan? Nee. Dat klopt. Oké. Ik zag het voor me. Ga je vandaag eerlijk zijn? Ja. Daar is toch een beetje twijfel. Nu al bij de eerste vraag? Are you serious? Denk je dat we samen oud worden? Ja. Ga je me ooit een huwelijk vragen? Nee. Ja, dat was een leugen, ja. Maar dat mag je niet weten, hè. Dus ik moest even liegen voor eigen best wel. Ben je blij met je kinderen? Ja. Blij met Samantha? Ja. Blij met je geslachtsdeel? Nee. Ik vond die zie je dus wel. Dus hij is wel blij met zijn geslachtsdeel? Ja, blij met zijn klabanus. Hij blijft met zijn klabanus. Klabanus? Ja. Ja.
Klopt het dat Shahid je vader is? Ja. Hoe als daar een leugen uit kwam, dan... Ben jij mijn grootste fan? Nou, toen je hier een keer kwam, toen zei je dat Lisanne je grootste fan was. Maar ben jij nu mijn grootste fan? Ja. Of vind je Don de Jong leuker? Nee. Klopt het? Ja, dat was duidelijk. En vind je mij aardig? Ja. Vind je papa ook aardig? Nee. Ah, jij liegt, hè? Papa is wel lief, hè? Nee. Nee? Vind je dat papa op een aap lijkt? Ja. Nee. Doe je handen zeggen. En hou je van snoep? Nee. Oh, was dat een grapje voor jou? Ja. Jij vindt snoep wel lekker, hè? Ik snoep. Klopt het dat je wel eens in de bosjes hebt gepoept? Ja. Ja. En hoe was die ervaring? Verlossend. Wil je kinderen met mij? Ja. Wil je voor altijd bij mij blijven? Ja. Ik hou van je. Ik hoop voor jou. Heb je wel eens iemand genaaid? Vast wel. Ja of nee? Ja. Of vond je het lekker? Nee. Wil je er meer over vertellen? Nee. Wil je er meer over vertellen? Dat is een goeie. Wil je er meer over vertellen? Nee. Heb jij een goed seksleven? Ja. Nee. Nee. Vind jij mijn billen het mooiste aan mij? Ja. Ga je nog langer dan 10 jaar door met vloggen? Ja. Ga je nog langer dan 20 jaar door met vloggen? Ja. Blijf je voor altijd dagelijks vloggen, denk je? Ja. Vlogging till I die, mensen. Ja, echt, vlogging till I die. Vind je jezelf volwassen? Ja, vertel zo meteen nader uitleg. Oké. Okay. Ja, ik ben altijd gewoon, is het volwassen? Geestelijk misschien niet, of lichamelijk misschien niet. Maar geestelijk heb je wel je hersenen onder controle van. Met leven ziek is dat ik ook mensen uit Londen heel serieus. En... Zal ik anders weggaan, dat je met André even lekker gesprek gaat voeren? Of... Nou ja, nu we toch praten, objectief gezien ligt het gewoon goed op de rails. Ja. Het is gewoon veranderd in een psychiatergesprek dit. Het is echt ongelooflijk. Ben je wel eens boos op papa? Ja. Wat heeft je vader gedaan dat je boos wordt? Hij is boos. En ik ook. Oké, dus als hij boos wordt, word jij ook boos? Niet altijd. En wil jij vanavond graag bij mij en Marvin slapen? Ja. En als je dan bij mij gaat slapen, ga je dan stiekem weer uit bed? Ja. Maar dat mag toch helemaal niet? Nee, hè? Dus ben jij misschien een boefje? Ik ging thuis ook nog uit bed. Ja, jij ging toen uit bed, hè? Thuis. Ja. Thuis ook uit bed? Ja, ga ik aan jij komt, ga ik stiekem verstoppen. Ga je, oh, en als ik kom, dan ga je stiekem verstoppen als je ja. uit bed bent. Kijk je wel eens porno? Ja. Hand stilhouden. Langer dan een uur? Nee. Nee? Nee, joh. Vind je... Bekend zijn belangrijk? Nee. Dat ligt niet sowieso. Ja, dat is wel een grote leugen dit. Ja. Nu wel? Ja, nu wel. Ja, ja. Soms is het leuk, soms niet. Ga je ooit een Ferrari kopen? Ja. Heb jij een beste vriend? Nee. Ben ik jouw beste vriend? Ja. Ja, dat moet ik even wat uitleggen, want ik heb geen beste vriend omdat ik beste vrienden heb. Bijvoorbeeld, ik zie Noël als een beste vriend, ik zie Thijs als een beste vriend. Kijk, jij bent mijn allerbeste vriend. Dus dat moet ik even onderbouwen. Ja, nee, dus ik heb zeker wel beste vrienden, maar niet een beste vriend. Niet één specifiek. Nee, want jij bent ook niet mijn beste vriend, jij bent mijn allerbeste vriend. Ah, vind je KP Active leuk? Ja. Nee. Ja, maar dat komt omdat je meer voor vrouwen maakt dan voor mannen, dus ik kan niet alles aan. Oh, dat is de reden. Ben je wel eens verdrietig? Ja. En waar gaat het dan over? Over je kinderen wel eens. Op school, bijvoorbeeld, dat soort dingen. Denk je van, kut, zo lig je er in een bed mee te malen van, fuck. Die kinderen doen het net zo slecht op school als jij. Dat wil ik niet zeggen, maar dat gebeurt ja, wel eens. Ja of nee, van. Alsjeblieft. Ja, één iemand, ja. Dat kost me veel energie. Wil je graag met mij trouwen? Ja. We hebben een scoop. Een scoop? Oh, niet vandaag. Wat? Hoe bedoel je? Nee, laat
We zitten even niet op één lijn, wacht even. Wat bedoel je precies? Ja. Als hij ja zegt, dan hadden we dat meteen gevolg aan kunnen geven. Ah, zo, ja, ja, nee. Vind jij volgers belangrijk? Nee. Vind je views belangrijk? Nee. De topvisie. Nee, ligt die nu of is het waar? Views vind ik wel belangrijk. Oh. Ja, nee, maar het zou op zich ook wel kunnen kloppen. Ik denk dat ik dat heel goed kan onderbouwen, omdat volgers boeit me niks. Want of je nou zeg maar 500.000 volgers hebt, 1 miljoen, 2 miljoen of 5 miljoen. Als iemand met 100.000 abonnees 500.000 weergave haalt en jij met 2 miljoen abonnees 100.000 weergave, ja, wat boeit volgers dan? Ja, is ook zo. Dus dat is maar net hoe je het onderbouwt, zeg maar. Dus ik vind het heel tof hoor. Nee, begrijp me niet verkeerd. Ik ben super trots dat ik meer dan 2 miljoen abonnees heb. Maar ik heb liever dat de views hetzelfde blijven. Wat gelukkig zo is, dankjewel daarvoor. In plaats van dat mijn volgers straks 10 miljoen zijn. Ben je wel eens 's nachts stiekem uit bed gegaan? Ja of nee? Ja. Hoe vaak? En wat doe je dan als je uit bed gaat? Stiekem? Eten. Oh, ga je snoep pakken? Nee. Wat ga je dan doen? Broodje maken. Een broodje? Ja. Dus in de nacht word jij wakker stiekem en dan ga je naar beneden broodje eten? Ja. En was dat afgelopen week nog? Nee, misschien vorig jaar of zo. Misschien vorig jaar of zo. Yo, we zitten al in augustus. Dat heb je nog goed onthouden. Heb je het bed wel eens gedeeld met 2 meiden? Nee. 3. Ben je met mij bevriend omdat ik bekend ben? Nee. Dat klopt niet. Oh? Ja, maar de vraag is anders. Van, ben je alleen maar, zeg maar? Precies, precies. Ben je alleen maar bevriend met mij omdat ik bekend ben? Nee. Je moet eens lachen. Dat klopt. Nee, nee. Zie je, dat klopt. Vind jij jezelf de beste vlogger? Ja. Heb je wel eens content gehad van andere YouTubers? Ja. Zoals dit vandaag toevallig? Oh, ja. Klopt. Denk je dat je een goede vader wordt? Ja. Zolang ik maar niet zoals mijn eigen vader word, dan komt alles goed. Denk je dat ik een goede moeder word? Ja. 100.000%. Denk ik ook. Ja? Ja. Nou, dankjewel. Waarom dan? Je kent het net. Je kijkt er daar heb ik een gevoel voor. Dat durf ik echt te zeggen. Ik weet waarom André dat zegt. Want Myron is de enige, denk ik, die hier een beetje moeite mee heeft. Omdat ze heel erg zorgzaam is. Ja, ik denk dat je dat ook heel erg snel kan zien. Moeite ja, met dat, bedoel je? Ja. Je kunt zien dat zij geen gekkie is, zeg maar. Ja, ja nee, dat, niet dat jullie wel gekkie zijn, maar... Ja, ze heeft al genoeg. Nee, maar André heeft wel mensenkennis. Vraag maar aan mij, is dat de reden waarom je mij zo aantrekkelijk vindt? Is dat de reden waarom je mij zo aantrekkelijk vindt? Ja. Omdat ik zorgzaam ben. Ja. Concentratie voor de lippen. Wat ben je nu aan het doen? Wat ben je aan het doen? Ben je een clown? Ja. En ben je een grappenmaker? Ja, hè? Je bent een grappenmaker, hè? En vind je Lamborghini gaaf? Ja. En jou ook. Wat vind je mooier, Lamborghini of een Ferrari? Ferrari en een Lamborghini. Oh, allebei? Ja. Nou, we hebben elkaar ontmoet via gamen en toen begon ik over mijn zus. Is dat de reden waarom wij vrienden zijn geworden? Nee. Hij gaat wel omhoog. Ja, maar er staat druk nee, achter nu. Nee, zie je, klopt wel. Vind je mijn vriendin aantrekkelijk? Ja. Ja. En ja, hoe nu verder? Ja. Nee, ze zit toch goed moet uit. Moet ik daarop doorvragen of wat is handig in zo'n procedure? In zo'n procedure kun je vragen van is het heb je het fantasieën bijvoorbeeld? Okay. Vraag maar, dat niet. Heb je wel eens een fantasie gehad over mijn vriendin? Nee. Dat klopt. Zo, dan kom ik even goed vanaf. Beschouw je mij oprecht als een goede vriend? Ja. Uit mijn hart. Dank u wel. Je zei dat je kinderen met mij wou, maar wil je binnen nu en 5 jaar kinderen? Ja. Wil jij dat? Ja. Ja. Wat als ze nu in één keer zwanger is? Hou je het dan? Ja. 100%. Zo. Goed, tot zover ons liefdesverhaal. Goedgekeurd? Goedgekeurd. Blij? Ja. Ja, ik ben nog steeds verliefd. Ik wil kinderen met je. Binnen nu een 5 jaar. Alles helemaal een sprookje voltooid. Ja, zeker. Ik had alleen geen ring bij me. Sorry, André. Ja, als dat een jongetje wordt, weet ik nu al een naam. Zo, wat dan? Zo. André. Wow, dat is nog wel een goeie. Zou je liever een jongetje willen? Ja. Oké, dat was mijn vraag. Ja, ik denk dat 9 van de 10 mannen dat eerlijk gezegd willen. Ja, 100%. De eerste wel, ja. Maar ik ook, hoor. Ja, denk ik. Oké, top. Wil je gaan? Ja. Wil je gaan? Jij wil ook gaan? Ja. Zullen we dan maar gaan? Ja. En voor mij hoeven er niks uit te Ik wil eerst Milan en Leo.
zwemmen. Wil je eerst bij Milan zwemmen? Ja. Misschien kunnen we bij Milan eten dan en dan meteen zwemmen. Ja. Ik wil eerst zwemmen. Eerst zwemmen, dan eten. Ja. Oké, zullen we dan even naar buiten gaan? Dan gaan we Milan even bellen en vragen wat dat mag. Ja. Nou, we hebben de leugendetector gehad, dames en heren. Het waren soms wat lastige vragen, maar soms ook eigenlijk weer niet. Ik vind het best wel moeilijk om vragen te bedenken, eerlijk gezegd. Als jullie willen dat we dit nog een keertje gaan doen met de leugendetector, dan laat het weten en laat dan ook even een vraag weten in de reacties. Maar ik vond het wel heel goed gaan eigenlijk. Ik vond het wel meevallen. Ik had het eigenlijk wel erger verwacht. Maar het is echt serieus heel moeilijk om vragen te bedenken. En ik zag ook al wat reacties komen op Instagram. Van oh mijn god, waarom gaan jullie de leugendetector doen? Dat kan toch nooit goed zijn voor je relatie met elkaar? Maar ja, Marjan en ik zijn heel eerlijk tegenover elkaar. En dat is helemaal goed gegaan. Dus daar is niks mee gebeurd of wat dan ook. Dus dat is alleen maar fijn. En ja, ik vond het gewoon heel fijn dat Marjan ook die bevestiging krijgt dat ik zo gelukkig ben. En ja, dat is wel echt prettig. Dat is wel heel fijn. Nou goed, Marjan die had vanochtend al gevraagd aan Samantha, mag Milana bij ons blijven slapen? Dat wist ik niet. Ik kwam hier en toen zei Samantha, Milana blijft bij jullie. Die slaap vanavond. Ik zei, oh, ik had geen idee, maar is prima. Ja, toen kreeg Luciana dat natuurlijk te horen. Toen zei Luciana, mag ik ook bij jullie slapen? Dus toen zei ik van, nou, ik vind het prima als Marvin dat ook goed vindt. Nou, dat vinden Marvin ook goed. Dus Luciano en Milana blijven allebei bij ons slapen. Let's go. Ja. Gezellig. Dus dat wordt hartstikke gezellig. En ze willen dus heel graag bij Milan zwemmen. Maar ja. Ik weet niet of dat kan, want ik weet niet of Milan thuis is. Dus ik ga Milan maar eens even bellen. En als Luciano ook komt, dan kan Luciano het zelf vragen. Maar dan kunnen we meteen even vragen of Milan nog al gegeten heeft. Want ze regelen ook eten voor Milan. Ja, dan kunnen we meteen even bij Milan eten. Ja. Yo, bro. Yo. Waar ben je? Oh, je bent in de wc? Ja, we zijn aan het vissen. Oh, was lekker? Ja, zeker. Wat dan? Yo, hey, ben je gewoon thuis? Ja. Ja, dat kan ik toch zien. Ik was zo. Ik nog zeggen, ja, ik kan het gewoon zien. Je bent net gaan plassen. Hier, Milan, ik wil even wat aan je laten zien. Kijk, hier staat Luciano. En Enzo. En Enzo die. Allemaal. Luciano, kijk eens wie ik aan de lijn heb. Milan, mag ik bij jou zwemmen? Wat zeg je? Ik wil bij jou zwemmen. Wil je bij mij zwemmen? Ja. Van wie mag dat? Van Enzo. En van wie is het zwembad? Van jou. Hoe kan Enzo dat dan zeggen? Nee, ik. Moet je dat niet eens vragen? Nee. Ga maar vragen, Milan. Mag ik bij jou zwemmen? Mag ik bij jou zwemmen? Oh, oké. Dat is prima. Het water is volgens mij 23 graden, dus... En de andere kant. Dit is ook een kamer. En dit is ook een kamer. Oké, nou ja, dat was zijn vraag, hoor. Hij had helemaal een plan bedacht. Zijn plan was om bij mij te slapen vanavond samen met Milana. Maar dan moesten we eerst langs jou, want hij wilde eerst graag zwemmen bij jou. Enzo. Maar kan dat of niet? Ja, dat kan. Oké, is goed. En heb je al wat gegeten vanavond? Nee, mijn eten staat in de koelkast. Ah, oké, dus je hebt al wel eten. Ja, ik heb eten. Oké, tot zo. Tot zo. En yo, dan? Nou kom maar Milana. Ik ga bij Miron. Oh ja, je gaat bij Miron in, hè? Dat is waar ook. Ga jij bij mij in? Jongens bij jongens. Ja? Bij mij. Ja, jongens bij jongens, meisjes bij meisjes. Hij wil ook van alles weer meenemen. Nou goed. Kan je het optillen? Hij is zwaar. Hij is zwaar, hè? Oh. Het alarm gaat af. Ik weet niet waarom het alarm afgaat. Ik heb gewoon een sleutel in de hand. Nou goed, dat in de auto. Je koffer ook. Dan gaan we naar Milan. Je mag zwemmen bij hem. Vind je dat leuk? Dat kan niet dicht. Mijn koffer kan het wel. Wat probeer je nou te doen? Ja. Nou, lukt het? Zo is het ook goed. Zo is het ook goed. Maar jij mag... Dan moet ik zo. Ja. Of zo. Heb je er zin in? Ja. Het gaat bij mij slapen, hè? Doe je pet af. Waarom? Ik heb mooie haren. Vind je dat ik mooie haren heb? Ja. Nou, wat lief jongen, dankjewel. Ik ga die helemaal oplaten. Ga je die oplaten? Dan moet ik met mijn haren rondlopen zo. Ja. Hé, maar ga je dan één ding beloven? Ga je niet uit bed vanavond? Nee. Beloof je dat? Nee. Nee? Is die af, pop? Oké, nou, ik doe deze koffer wel even erin. Luciano! Wat is het wachtwoord? Wachtwoord. Wat is het wachtwoord? Weet ik niet. Weet je niet? Nee. Dus dikke vette pies. Dikke vette pies. Oké, nu is hij open. Ja. Nou, neem jij Marjan mee? Marjan. Milana? Nou, kom maar eens bij de mama. Mini Marjan? Ja, dat is Marjan en Mini Marjan. Ja. Nee, neem jij Milana mee, schat? Ja. Oké. En jij gaat eten bestellen? Ja, ik ga eten bestellen. Jullie vinden alles goed? Ja. Ja? En die knoppenpakkie mee. Wat zei je? Ik heb een knoppenpakkie mee. Oh, echt? Ja. Om te zwemmen straks? Nice hoor. Nou, de kinderen die gaan dan straks zwemmen, maar Marjan en ik mogen niet zwemmen, want wij hebben nieuwe tattoos. Dus helaas. Ben je er klaar voor? Ja. Nog harder. Nog harder? Ja.
Je bent gek, joh. Dat was niet hard genoeg. Nog harder. Nog harder. Vet. Vind je dat cool? Ja. 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 Alsof het een normale zaak is. Ja, ik vind het ook vet cool. Vind je dat cool? Ja. Zo, het is lekker weertje opeens. Oi, oi, oi. Lekker zonnetje erbij. Heerlijk. Ik wil fietsen. Ik wil fietsen. Ik wil fietsen. Ik wil fietsen. Het is een voetbal. Oh, 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 oh. Dit is mijn achterpand. Heel fijn, Gingy. Air-up-ding. Wat zoek je? Zo'n air-up-ding. Zo'n air-up-ding. Je bedoelt dat smaakje? Ja. Die ben ik kwijt. Ben je kwijt? Hij ligt aan de zijkant. Kijk eens goed. Kijk hem zoeken ook. Zal ik dan maar weer Milan opzetten? Nee, ik wil Fortnite in de best op mijn desk. Wil je Fortnite op? Ja. Een Fortnite muziekje? Ja. Geen Milan? Nee. Maar Milan zou het wel leuk vinden als we hem even luisteren omdat we naar Milan toe gaan. Ik wil zijn Fortnite in de best. Fortnite, ik ben de best. Ik wil die. Ja? Ja. Oké. Okay. Gaat Enzo die even opzoeken? Ja, ik heb geen idee hoe, maar ik Fortnite denk... Fortnite de best. Fortnite de best. Ik heb geen idee waar hij het over heeft, maar iets van een Fortnite nummer. Hallo. Hey, Marco. Hey, Marco. Maar jij zijn er heel lang. Wij zijn er al heel lang, ja. Ja. Is de boorstand toch sneller dan de Lambo? Ik ben al moe. Ben je moe? Ja. Heb je geslapen? Nee. Oh, ga je straks slapen? Ja. Ja, jongen, jij viel bijna in slaap, hè, in de auto? Ja. Ja, hè? Nou, was een beetje moe aan het worden. Duurde een beetje te lang de autorit. Oh, laat die maar staan. Die nemen we straks wel mee. Nee. Jawel, die nemen we straks mee. Neem je zwemspul maar mee. Dat ligt naast je. Nee, ik moet in de auto laten. Nee, dat zwemspul moet je toch mee? We zijn bij Milan, hè? Je wou toch zwemmen? Nee. Zo. Fox! Fox! Ik ben er al. Hier, geef dit maar aan Milan. Zeg ook maar bij Milan. Milan, wil je het geven? Oh. Je bent een eikel. Wie heeft dit geleerd? Ah, dat is een eikel! Ze geeft een eikel aan Milan en zegt omdat je een eikel bent. Ik ben een eikel. Yo, bro! Ja. Kom hier, jongen. Ja, ik troost je wel. Oh, wat fijn. Wat graag dat je de kinderen zou meenemen. Leuk. Leuk, hè? Kijk, Luciano, alweer gaan met die eenhoorn. Hoppa, zo het water in. Hey, maar wij kunnen niet met jullie meezwemmen, hè? Ja. Nee, want ik heb een tattoo en dan mag ik niet mee het water in. Miron? Vind je het mooi trouwens? Miron? Ik mag wel zwemmen met mijn tattoo. Ja, klopt. Maar dit is een echte, nee. Dat is een neppe. Zo? En dit is en een echte. Met die rode arm heb ik ook net een smiley af. Ja? Ja. Maar vind je deze mooi? Ja. Nou, dankjewel. Vind je deze mooi? Nee, de knolpauw bikini. Die ook in het water? Ga jij maar naar Myron om... Zo groen, zo filmpje erin. Milana zo, zet die kamer in het water, toch? Ja, heb je gezien dat Milana hier aan het zwemmen was? Ja. Nou, daarom wilde hij hier zwemmen. Maar anders ga jij maar naar Myron toe, dan kan je omkleden. Dan ga ik het wel klaarzetten. Ja? Ja? Ga maar naar binnen, dan zet ik moet dit wel klaar. Leren? Hij vindt het helemaal mooi. Wat een trapje was. Oh, je ziet nog heel erg dat Luciano maar één hand gebruikt. Hè? Omdat zijn andere hand moet nog 3 weken rusten. Hij mag ook geen trampoline springen of salto's doen. Dus hij moet even een beetje rustig aan doen. Dus ik hoop dat het straks goed gaat bij het zwembad. Maar ik zet deze wel even klaar voor hem en dan kan hij straks even glijden. Maar Luciano die had dus de vlog gezien dat Milana hier aan het zwemmen was met de camera. En ook aan het filmen was en zo. En dan vond Luciano zo leuk dat hij ook bij Milan wilde zwemmen. Wel schattig. Moet ik helpen? Wat doe je? Er zit water in. Oh, er zit water in. Nou, daarom gaat hij niet mee. Nou, gaan jullie maar omkleden. Dan doe ik dit water wel, ja? Nee, knoppen. Ja, dat is ook knoppen, oh ja. Die kunnen we ook aansluiten. Luciano, wil je deze even vasthouden voor mij? Ja. Ja? Moet je heel snel draaien. Oh, jij hem vast, Luciano? Ik doe het wel. Goed vasthouden, hè? Alle twee. Aan de onder... Ja. Gaat goed? Oh, wat gebeurt er? Wat doe je? Milana, wat doe je? Wat gebeurt er allemaal? Oh, my god. Oh, ben je helemaal nat? Ben je helemaal nat? Yeah. Oh, my god. Ook helemaal nat? Ja. Oh, my god. Uh-oh. Nou, dat ging niet helemaal goed, hè? Dat is van knolpower, hè? Ja. Komt voor kracht uit. Het is beter. Wel een vet ding, hè? Ja, dat is echt nice. Ik wist niet eens dat je had. Kunnen we nog eens vasthouden? Nee. Dat was duidelijk.
Maar dit is wel echt een grappig ding. Dit kan je dus serieus halen bij je top 1 toys winkel bij jou in de buurt. Want dit is speciaal van Knolpower. Ik doe hem nog even een keertje aan. Ja, hoe het normaal hoort. Juist, normaal leg je hem neer. Hoop ik dat jullie het zien op het scherm. Zien jullie dit? Wacht. Ja, dat zien jullie wel. Hij kan echt ver, hè? Ja, het ziet er echt best fijn om. Het ziet er best fijn uit. Ja, man. Bro, die... Gras. Sukkel. Dat ding is echt leuk. Ah, dat is best leuk. Ga je glijden? Hey! Dat is echt een waterrat. Echt een waterrat, hè? Dat vind je mooi, hè? Springen! Hij is echt een waterrat. Ongelooflijk. Volgens mij is het best koud, hoor. Nou, valt mee, valt mee. Het is wel lekker. Nou, daar gaat Milana. Ah, je hebt de camera niet meegenomen. Nee, dat vond je leuk, hè, de vorige keer. Milana is zichzelf helemaal filmen. Zo! Holy moly. Nou, maar Luciano vindt het warm. Nou, dan gaat hij hoor. 1, 2. Ja, weet je wat je kan doen, Luciano? Via hier kan je er makkelijk uit. Kijk, hier is een trappetje. Hier kan je in de hoek eruit. Kan je lopen. Dus als je hier naartoe zwemt. Zie je, kan je lopen. Kan je gewoon een trappetje uit. Dat is veel beter voor je hand. Wat een gek, joh. Gaat hij weer naar het trappetje toe. Goed zwemmen, hè? Goed zo. Wat een gekke, joh. Met die duikbril op. Ging die duikbril niet af? Nee, die duikbril viel af. Oh, die viel af. Wow, yo. Zo. Ja? En dan ging ik zo. Oh, ze zag het niet meer goed. Ik denk zo. Er gaat mijn water in. Nou, de kinderen vinden het leuk. Dat is belangrijk. Hey, er ligt een bal op de glijbaan. Oh, hey, joh. En jij moet ook. Ja, ik kan niet. Nee. En Miron moet ook. Ja. En we hebben allebei een nieuwe tattoo, dus dat kan niet. Wij kijken hoe jullie zwemmen. Dan moet Noël. Noël is niet zo'n waterrat. Ja, hij is niet zo'n waterrat. Hij heeft ook een tattoo. Ja. Kijk eens eventjes. De kinderen lekker zwemmen, wij pizzaatje eten. Ook al hebben we ook pizza voor de kinderen, maar die willen eigenlijk helemaal niet komen om te eten. Luciano helemaal niet. Dat is echt een waterrat hoor, Luciano. Kom je een stukje pizza eten? Nee. Nee, zie je? Die wil niet. Jongen, jongen, jongen. Het is koud, hè, zegt hij. Ja, dat water is echt ijskoud. Ja, dat is gewoon kraanwater. Nou, Luciano vindt het zo leuk, hè. Geweldig. Nou, we houden hem goed in de gaten. Maar Milana wil wel lekker pizzaatje eten. En dan bewaren we wel een stukje voor Luciano. Kijk eens naar je eigen wimpers. We gaan ook thuis weer dit doen, springen. En bij Milan niet. Bij Milan niet meer? Nee. Hij praat ja, veel, hè? Super, jongen. Ken je dat? Dat je heel veel praat, maar eigenlijk niet zoveel zegt? Nee. Nee, dat ken je niet, hè? Nee. Ga maar even lekker eten. Even lekker pizzaatje. Oké? Okay? Ja. Goed zo. Ja, ook, maar als ik weer koud heb, dan wil ik wel pizza eten. Ja, als je pizza eet, krijg je het niet zo koud. Dan krijg je het weer warm. Goed zo. Lekker pizzaatje eten. Lekker smikkelen. Ik ga straks niet meer zwemmen. Nee? Nee. Wat wil je straks doen? Naar mijn huis? Ja. Oké. Okay. Nu wil ik naar jouw huis. Oké. Okay. Nu ga ik niet meer zwemmen. Oké, okay, dat is goed. Ik ga wel zwemmen. Dat blijft Milana hier. Dat kan mijn best. De koffer staat toch wel bij Milana in de auto. Ja, dat klopt. Vind jij dikke chandeer leuk? Ja. Ja, hè? Nee. Jawel. Alleen niet zoveel. Alleen trekken. De zwarte, die kan je eten. En die rode, die moeten nog rijpen. Die zijn nog aan het groeien. Die worden later ook deze kleur. Maar welke wil je hebben? Mag je eentje voor mij pakken en eentje voor jou? Die druiven. Nee, het is geen druiven. Mogen we wel? Pak hem maar gewoon af. Nee. Nee, wil je niet? Nee. Milana wil wel. Nee, ik vind nog niet lekker.
Nou, is lekker hoor. Die wespen vind ik wel lekker hier. Kijk. Ja, waarom jij erheen? Ja, hoor. Dit is een raam. Welke? Deze roze of de zwarte? Nee, de roze zijn nog niet rijp. Dus die kan je niet eten. Hier hè? Doe maar eten, Mila. Lekker, gewoon lekker hoor. Nee. Kijk. Wil je niet? Nee. Heel gezond. Probeer maar. Als je niet lekker vindt, mag je het uitspugen. Mag je hem hier op de grond uitspugen? Nee, maar wij hebben die ook. Hebben jullie die ook? Wil je hem niet? Nee. Nee? Wij willen wel, hè? Nee, maar eentje. Ik ga lekker naar je huis. Kijk eens. Oh, lekker. Proost, hè? Nee, jij mag hem. Mag ik hem? Oké. Okay. Oh, je gaat eerst even knijpen. Ik doe hem wel in mijn mond, hoor. Ah. Heel zoet. Je mag hem uitspugen als je niet lekker vindt. Ja, tegelijk. Wil je proeven? Dan gaat het ook in je buik. Dat is lekker, hoor. Doe maar een hapje. Proost en lekker. Is echt lekker. Nee. Ja, oké. Okay. Druiven vind ik wel lekker. Het zijn kleine druiven, kijk. Ja. Niet lekker. Ja, zie je ze heel veel? Nee. Ja. Alleen geel druiven. Zo lekker. Alleen maar gele druiven. Maar kijk, deze. Geel druiven vind ik wel lekker. Deze is echt oprecht lekker. Dat is echt lekker. Nee, die is echt lekker. Jou is wel pittig, bij jou niet. Bij jou is wel pittig, mijn niet. Oké. Okay. Waar zie je iets? Nee, waar zie je iets? Nou, wat doe je nou? Oh, lekker. Niet doen. Hé, hey, maar waar wijs je naar? Bam! Hé, maar waar wijs je naar? Zie je daar iets? Waar? Zie je daar iets of waar? Daar toch? Waar zie je wat? Waar ga je heen wijzen? Wat doe jij nou weer? Waar ga je heen wijzen? Kijk daar eens. Verder kijken. Zie je hem? Ga eens wijzen. Ga eens wijzen ergens, daarin. Oh, hij doet het goed nu. Oh, bijna naast de stoel zitten. Nou, ik ga even alles opruimen. Gaan we naar mijn huis, hè? Ja, gaan we naar mijn huis. Waar ga jij met de koffer? Blijf je bij Milan slapen? Nee. Oh. Bij jou toch? Ja, bij mij. Oh, dit gaat niet helemaal goed. Even kijken hoe hij dit doet. Die koffer is net zo groot als dat hij is. Sorry. Kijk dan, daar loopt hij hoor. Nou, doei hè, avonturier. Doei. Doei. Later. Ik wil SpongeBob SquarePants, hè? SpongeBob SquarePants? Ja. En wie is dat dan? Met je SpongeBob Rabbit. SpongeBob Rabbit. SquarePants. SpongeBob Scrabbies. Oh, hi. Oh, ja. Dat is een goede vriend van mij inderdaad. Kijk eens wie we hier hebben. Hallo. Alles goed? Ja, met jou? Dikke, vette. Peace. Hoe lang heb je die Italianen van huis gehaald? Dat is uit, toch? Wat is dat nou weer? Konijntje? Ja. Ja, zo'n konijntje. 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 Zo'n feitje. Ja. Gewoon, jij ging de raam dicht doen en jij ging toch dit doen. Ja, dat doen we toch. Hoi joh, dat weet hij gewoon al. Dat is echt lang geleden. We kunnen ook bij de Italianen even stoppen. Daar wil je ijsje halen, Milana? Ja. Wil jij een ijsje halen? Ik niet. Nee? Wij gaan lekker naar de kamer. Wij gaan lekker naar de kamer. Nee, wij gaan ook ijsje halen, want ik wil wel. Noël ook. Ja, bij de Italiaan. Is goed. Oké, dit is wel ideaal trouwens, want ik heb gewoon kinderslot. Dus dit is echt ideaal. Dus achterin kan nu niks gebeuren. Kijk, normaal gesproken heb je dit en dan kan hij de raam naar beneden open doen. Maar als ik hierop klik, is alles op slot. En rechts ook. Dus dat is perfect. Zij kan helemaal niks doen. Doei! Wat een diva is dat, joh. Ongelooflijk. Tuurlijk. Oké, we gaan rijden, vriend. Zullen we ook een dakje open doen? Ja. Ja? Nou, doe maar dan. Komt-ie. Zo, ga het dakje open. Ja, dat is fijn. Kom we snel weg. Hier gaan we. We komen straks in een tunnel. Ja? Ja. Mooi busje. Mooi busje. Zo, dikke scheetjes. Lekker hè? Nee. Oh, nee. Treffen. Ja. Komt ie, ik ga gas geven, ja? Ja. Ah!
Nee, dames en heren. We hebben even een ijsje gehaald. Ik ben heel erg blij dat Luciano hem al op heeft voordat hij de auto ingaat. Want het was echt weer een smeerbende, niet normaal. Maar goed, lekkere vanille smaak. Doei en let's go. En ze is dus nog even aan het vloggen. Ik ben even aan het vloggen, meneer. Meneer? Wil je even stil zijn als ik aan het vloggen ben? Nee. Maar lekker aardbei en vanille. Of nee, wat heb ik ook weer? Oh ja, bananen en vanille. Dat was hem. Nou, gaan we naar huis, hè? En ze ben echt dom. Ja, ik was even de smaak vergeten. Maar gaan we nu naar mijn huis? Ja, dikke motors! Dikke motors! Ga zwaaien! Hey. Mooi, hè? Die blauwe is al vetter. Die blauwe is vetter? Ja. Vind ik ook. Nou, goed. Ben je blij dat je er bent? Kijk, weet je het ook? Nog? Met die bal zo. Die kan niet meer rond, toch? Gaan we die nog maken? Ja. Gaan we eerst op de iPad? Ja, moet... Naar mij. Ja, eerst van mij. Nou, spring maar op de bank. Naast mij. Kijk, ja, ik ga naast jou zitten. Ja, kijk. Met die krabbeliedje dan. Dat krabbeliedje wil je doen? Ja, die moet ook. Met die krabbeliedje ik ook. Okay. Die ook. Nou, krabbeliedje doen we op de tv, oké? Okay? Nee, hier. Oh, op de iPad. Op de iPad? Ja. Moet die hierin? Nee. Oh. We gaan zelf maar liggen. Oké, okay, als die leeg is, dan kan je hier je oplader pakken, oké? Okay? Hij is vol. Oké. Okay. Nou, Milana is in bad samen met Myron. Luciano wilde niet in bad. Ja, en ik blijf bij Luciano. Een beetje de mannen onder elkaar. We gaan helemaal een salto maken. Kan ik ook. Een salto maken? Is dat wel handig met je hand? Met je arm? Dat kan niet. Oh, dat was raar. Ja, zo. Ik ging dit doen. Ja, dat was apart. Zo. Ho, Milana roept je. Ga je kijken. Luciano roept. Moet ik ook mee? Ja. Nou, misschien dat Luciano alsnog in bad gaat, dat weet ik niet. Maar het is 8:30 in de avond. En ja, die kinderen zuigen weer lekker veel energie. Holy moly. Dus ja, ik ga de tv even aanzetten. En ik ga misschien wel even een dutje doen. Ik ben kapot. Oei, oei, oei. Ja, en respect voor Samantha ook hoor. Die zo vaak met de kids is ook. Sowieso shout-out naar alle ouders met vier kinderen. Met vier. Enzo, ja? Kom eens. Moet ik meekomen? Nee. Toch grapje. Niet? Oh, grapje. Ik moet Netflix. Lik met die aardbei. Met die ballen. En zo mijn naam uitkomt. Je bedoelt het regent gehaktballen? Ja, hier ja. Kijken. Ik, kan je nog een keertje met die zeggen? Met die. Dan mag ik wel kijken. Ja, die mag je kijken inderdaad. Nou, zal ik die voor je opzetten? Hij zit op. Hoe ziet hij eruit? Ga jij het plaatje aanwijzen? Hier. Zeg maar stop als je hem ziet. Ja, waar is die? Ja, ik weet wel wat. Let op. Zie je hem? Ja! Is dat hem? Ja. Kijk, doe ik die aan. Het regent gehaktballen 2. Oh nee. Dat is hem. Dat die banaan uitkomt. Dat die banaan uitkomt. Ook moet precies naar dat moment gaan. Is die weg doen dan aanzetten. Oké. Okay. Nou, in ieder geval... Ja? Kom, we gaan kijken. Nee. Myron roept. Ik kom eraan. Ik ga toch even kijken daar ook. Hey. Ik zou de bruisbal even aan jou laten zien. Wat wil je laten zien? Oh, de bruisbal. Kijk, dit en wat. Zal ik hem laten zien aan de kijkers? Kom maar. Hier, de bruisbal. Dit is er van over. Het is wel een hele vette en bruisbal. En Ros zat er om helemaal mee. Dat was de binnenkant. Wow. Maar moet je kijken, dit bad. Moet je aan deze kant filmen. Hoeveel glitters. Niet normaal. Ik weet niet of je dat goed kan zien. Ja, zie je wel. Je gaat helemaal onder de glitter zitten, Milana. Ja. Niet normaal. Je bent één grote glittervrouw straks. Nou goed, in ieder geval. Milana is dus in bad met Myron. Ik ga nu met Luciano verder filmpje kijken. Als ik hem rustig krijg. Want Luciano is echt één grote ADHD-monster. Dat is echt niet normaal. Die komt er nu alweer aan met zijn tablet. Hi. Dus ja, gaan we even lekker chillen hier zo thuis bij ons. 1, 2. Wow! Nee. En weer staan. Nee, oh ja, Tille deed je altijd met vliegen. Oh ja, Tille deed ik altijd. Niet dit, hè. Oh, moet je dan naar bed vliegen nu? Ja, naar bed vliegen. Ga je dan nu naar bed vliegen? Ga maar staan dan. Nee. 1, 2. Wow! Arme gespreid. En vliegen. Spider-Man, ga je naar bed. Spider-Man, ga naar bed. Oei! Wow, Spider-Man, waar ga je naartoe? Wee!
Zo, lig je zo in één keer in bed. We hebben echt een schattig SpongeBob SquarePants. Die broek is ook echt te groot. En wie is dit dan? Kijk die logo. Wie is dat? Ja, dat was een beetje fout. Kom, we gaan slapen, maatje. Ja, ga maar liggen, Luciano. Kom. Milana, kom. Nog één rondje in de kamer en dan slapen. Hij wordt heel wild daarvan. Ja, 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 ja. En armen gespreid. In de kledingkast. Oh, sorry. Stuurfoutje! Oh, alle kleren in! Weer stuurfoutje! Oh! Hey! Oh, stuurfout! Zo, oh. Spider-Man heeft iets te veel gedronken! Oh, stuurfoutje! Hey! Handen opzij! En... Ja, gelijk! Echt leuk! Ja, hoor, ga maar ja, ga maar lekker liggen. Okay. Onder de dekens. Willen we maar lekker samen slapen, ga ik met Miro. Ja. Ja. Onder de dekens. Wel trusten. Welterusten. Ga maar lekker slapen. Doei. Zeg, je slaap lekker tegen Marjorie? Ja, grond. Oh, Marjorie op de grond? Nee, hij zoekt Milana. Haar telefoon. Gaan wij samen slapen en, nee, en Marjorie en Milana? Doekje. Oh, die heeft Milana meegenomen. Hier ligt alles. Ga je die pakken, Milana? Hey, heb je die naar beneden gehaald? Ja. Hij trekt weer een hoodie naar beneden. Ga je lekker slapen, Luciano? Nee. Nee? Moet je toch naar bed? Ik kan wel slapen, hoor. Oh, dit bed ligt lekker. Kijk wat hij mee heeft genomen. Wow, en jij had ook eentje meegenomen. Ja. Maar je had ook zijn speentje. Ja, oh, daar was je speen. We zijn nog in de speen ertussen. Hier is je speen. Moet Enzo de speen in doen? Zal ik de speen in doen? Wie? Enzo de speen in. Oh, doe jij de speen in? Welke arm wegleggen? Arm wegleggen? Oh, maar dat doe ik ook altijd met Marvin zo, armpje. Dat ligt niet lekker voor hem. Kom hier met kussen, hoofd omhoog. Ja, kom, ga maar liggen. Jeroen, we gaan samen. Wel trusten, maatje. Zo schattig. Jeroen, kom je. Slaap lekker, SpongeBob SquarePants. Welterusten. Ik ga ook slapen. Slaap lekker. Doei. Zo, dames en heren. De kinderen zijn in bed. En Marvin en ik gaan ook lekker slapen. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik zie jullie heel erg graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace.